jezelf nog hebt. En met anderen samen moet werken. En dat is juist goed voor de sfeer. En natuurlijk, iedereen is anders. En er mag zijn zoals hij is. En dat respecteren wij elkaar. De mensen zijn hier erg vriendelijk en lief. Dat klopt, hè? Maar jij hebt nu nog volgens in, hè? Hoe lang? Een jaar of 12? Ja, dat is al de functie bij sommigen. Ja, niet. Ja, dan wordt je zo'n niet, hè? Ja, ja. En, we vinden het belangrijk dat je begeleid wordt. En dat je altijd een vraag kan stellen. Dat is geen vraag, stel je voor jezelf niet verder. En nogmaals, belangrijk is dat we elkaar gaan helpen. En, maar wat gaan we vandaag doen? Want dat is even belangrijk natuurlijk. Jullie zijn al opgehaald en jullie krijgen straks een hele mooie rondleiding door de school. En iedereen volgt een verschillend programma. En als het goed is, heb je een aantal weken geleden een kaartje ingevuld. En dan krijg je straks mee. En op dit kaartje staat wat je vandaag gaat doen. De man van de muziek spreekt in de wakker. Ze hebben een bijzondere dag gedaan op deze bijzondere school. En bovendien heb je op dat kaartje staat ook nog een uitnodiging. En dat is een uitnodiging voor het open huis op 26 januari. En dan ben je ook weer welkom. En dan mag je je vader en moeder natuurlijk ook meenemen. Dat is heel gezellig. En Wels is heel druk te beleven hier op het Koningin van ons hoofd. Maar dat kunnen we natuurlijk niet allemaal laten zien. Sommigen van jullie gaan vooral naar de praktijklessen. En dan moet je je hand uit je mouwen steken. Dan ga je niet zo staan, dan mag je even lekker wat doen. Dan ben je lekker bezig. Je gaat lekker zelf aan de slag. En dan ben je ook wel schijnen om met timmeren. Dan ben je timmeren. Zo, dan gaan we met veel kennis in maken. En dat wordt later aangeboden in de bejaardenhuizen. En dan aan Westerhaan en Vroomschool. En daar zijn alle mensen van blij mee. Ja, die zijn een stuk ouder dan ik misschien. Maar die vinden het wel leuk. Ja, ja. En dan kom je misschien nog bij zorg en welzijn. En dan ga je iets lekkers maken. En bij handel en administratie ga je iets boven. Ik heb gehoord, ik weet niet of het zeker is, maar iets met de computer doen. Niet zoals thuis, een beetje bij de afvragen, maar je moet het anders doen daar met de computer. En anderen zullen meer theoretische lessen gaan volgen. We hebben hier heel veel leerlingen van een theoretische leerweg. En zoals je misschien wel gehoord hebt en gelezen in de kranten, hebben we volgend jaar starten wij met een HAVO en VWO-klas. En een paar vakken daarvan kun je daar op bezoek, niet allemaal, want het is een beetje onmogelijk. We hebben kunst te maken hier. Of het kan mogelijk ook. Hoe was het heel krap? Moordenaar, sorry hoor, het is wel zes. Bovendien is een vak science, dat is een heel modern vak. En daar moet je allerlei proefjes van doen. En natuurlijk ga je ook nog andere vakken daarvan bekijken. Nou, ik zal het niet lang maken, want dat is vandaag doen. En dan gaan we vandaag dingen doen. En kijken en heel veel dingen doen. En Sinterklaas en Piet, hoop dat je een hele fijne dag hebt en dat je je heel erg goed kan vermaken en dat je gewoon gezellig deze tijd met elkaar helpt. En dat is een lekkere zorg voor een hele lekkere ontspanningskind. Nou, mevrouw Monika, heb ik het zo goed gedaan voor u? Ja, graag gedaan. En dan zou ik zeggen, aan de slag, hè? Goed. Nou, heel veel plezier vandaag. Sinterklaas heeft erg veel druk om te doen met andere zorgen. Dus ik wacht nu even voor. Zal ik nu een microfoon geven? Ja, graag gedaan. Ik ga het woord laten. Kijk eens allemaal op, die bananen allemaal op.
anders heb je daar nog een paar seconden de tijd voor. Juffrouw Kleesteren heeft een camera gekregen. Daar gaan ze vandaag foto's van maken. Maar wat gaan ze nou met de foto's doen? De foto's gaan wij vandaag nog bij ons op de website zetten. Dus als je straks thuis komt, dan kun je aan je vader en je moeder en je broertje en je zusje en je opa en je oma kun je laten zien wat je allemaal vandaag gedaan hebt. Dus de camera levert de juf en de meester straks weer in. En meneer Telman gaat heel hard aan de slag om te zorgen dat de foto's bij ons op de site komen. Even kijken, want ik moet een heleboel vertellen. Jullie gaan maar één of twee of drie of vier lokalen. We hebben natuurlijk veel meer vakken en veel meer lokalen. En Sinterklaas zei het al, 26 januari is hier het open huis. En dan ben je 26 januari met je vader, je moeder, je buurvrouw, de buurman, opa, oma, broertje, zusje. Mag je allemaal hier komen en dan kunnen jullie ook alle andere lokalen gaan bekijken. Maar hoe zorgen we nou dat jij op het goede lokaal komt? Hebben jullie allemaal je kaartje? Pak hem er eens bij. Nee. Want we gaan namelijk bingo spelen. Bingo. En we gaan voor de bovenste rij bingo. Ik laat je zo dadelijk een plaatje zien. En wie dat plaatje heeft, die heeft bingo. En als je bingo hebt, dan ga je naar deze leerlingen, want er zijn er één of twee leerlingen die met jullie meegaan naar het goede lokaal. Naar de koffie. Kijk aan de top. Want jullie gaan mee met Boy en met Ramon. Neem ze maar mee, Boy en Ramon. En daar ben ik zo jaloers op, want ze gaan zoiets moois maken. Maar dat zullen jullie nog wel zien aan het eind. We gaan naar de volgende bingo. Let op of je bingo hebt. Metaal. De jongens van Staal. Gaan erop staan. En die gaan mee met Mike. Mike, jij mag de jongens van Staal, de Heavy Metal Boys, mag je meenemen. Wij leven alles en je hoeft nergens zorgen over te maken. En Janneke en Alicia gaan met jullie mee, dat zullen wel zijn. Neem ze maar mee. Nou, dan hebben we nu hier zitten de jongens en meisjes van HAVO, VWO en TL. De leerlingen die net weg zijn, die krijgen twee lessen van ons. Je krijgt het vak wat je gekozen hebt. En ze krijgen van ons vandaag vier vakken vol. Daarom heb je vier vakken op je bingo kaart. Let op, de bovenste rij is bingo. Scheikunde. Ga maar mee. Scheikunde. Annelette en Koen, ga naar scheikunde. Hier is een kaartje kwijt. Ik heb één kaartje gevonden. Kijk eens, jij mag ook naar scheikunde. Wie is dat? Had je niet, gaan we zo dadelijk even voor jou kijken. Biologie, wie heeft de bingo biologie? Oké. Die gaan mee met ons, gaan we mee. En dan natuurlijk de laatste, die gaat naar techniek. En die gaan mee met Stef. Stef, zorg dat je de hele groep hebt.